Ja, ik wandel hier lekker in het bos. En een vriend zegt net van, oh, maar vind je het dan niet vervelend dat je zoveel tijd hebt? Ik zeg, oh ja, dat kan je ook nog vervelend vinden, maar dat vind ik eigenlijk niet. Want alles heeft zo zijn ritme. En het ritme van mij op dit moment is uitademen, relaxed. Terwijl ik net vakantie heb gehad. Maar ja, het is overal een beetje rustig. Ik ben lekker wel dingen aan het voorbereiden. Maar het is heel goed om je te realiseren dat alles dus een in- en een uitademingsritme heeft. En en soms duurt die uitademing dus wat langer. Want in mijn hoofd denk ik, oh ja, moeten we dit en dat. Maar ergens voel ik van, oh nee, het mag nog langer uitademen. Dus dat raad ik jou ook aan. Van misschien kun je eens onderzoeken van, vraagt iets meer om een inademing, om een actie. Of vraagt het wat meer om een uitademing en wat meer rust en ontspanning. En mag dat dan ook anders zijn dan dat jij in je hoofd bedacht hebt? Of mag het misschien ook langer duren dan dat jij in je hoofd bedacht hebt? Nou, ik ben benieuwd naar je reactie. Die mag je in de comments zetten. Wil je nou zelf aan de slag met moeiteloos ondernemen? Meer flow in je bedrijf, relaxter aan het werk en toch de resultaten krijgen die jij voor ogen hebt? Dan heb ik 4 mogelijkheden voor je. Je kunt kiezen voor een 1-daagse workshop. Je kunt kiezen voor een 4-daagse retraite op Terschelling. Altijd echt fantastisch. Of je kunt echt de diepte ingaan en kiezen voor een jaartraject moeiteloos ondernemen. En de 4e optie is dat je bij mij een coachtraject doet voor een eenmalige coachsessie. Op mijn website kun je er allemaal alles over vinden. Mocht je vragen hebben, neem gerust contact met me op. En dan kunnen we ook bespreken wat voor jou de beste optie is.